In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Abonneer je op ons kanaal en laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Kars. Hij is cannabisverslaafd. Wiet of hash? Wiet. Voor het slapen gaan of bij het wakker worden? Voor het slapen gaan. Alleen of met anderen? Alleen. Normaal of binnenste buiten? Normaal. Fried of baked? Baked. Wanneer heb jij voor het laatst gebloot? Voor het laatst? Oh, ik denk 2 weken geleden. Echt? Ja. Want ben jij nu helemaal gekapt of niet? Of zit je er nog in? Of ja, je bent wel altijd verslaafd. Ja, toch? Je blijft altijd wel een beetje verslaafd. Alleen, ik heb niet meer zodanig die drang die ik had toen ik echt op een dieptepunt zat, zeg maar. Meestal blijft het dan wel bij 1 keer blowen en dan denk ik, oh ja, daarom was ik gestopt. Ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk. Dus dat. Hoe was je allereerste keer blowen? Ik denk dat ik toen 13 was. Oh, nou dan ben je er wel vroeg bij. Ja. Hoe ging dat dan? Ik begon een beetje te trillen en in mijn hoofd ging er niet meer zoveel om, zeg maar. Het was gewoon een soort van, alsof je op een wazige wolk zat. En dan daarbij probeerde ik wel heel erg na te denken van, oké, maar ik moet niks aan mezelf laten merken, want dan ben ik niet cool. Mm-hmm. Nee, ik vond het eigenlijk echt verschrikkelijk. Oh. Ik vond het echt niet leuk. Ik deed het omdat iedereen het deed. En hoe waren die eerste momenten dat je dacht van, oh ja, nu begin ik het wel chill te vinden? Ik kon mijn gevoelens gewoon niet aan, dus dan dacht ik, als ik dan gewoon altijd stoned ben of altijd high ben, dan heb ik daar geen last van. En ik merkte dat als ik het in mijn eentje deed, dat ik dan wel dat fijne gevoel ervan kreeg. Want dan had ik niet, dan keek dan iemand naar mij en dan was ik verder nergens mee bezig, behalve gewoon een beetje muziek luisteren en voor me uitkijken. Ja. En dan was het gewoon, was de wereld rustig. En dat werkte in het begin wel, maar op een gegeven moment niet meer. Wanneer realiseerde jij je dat je echt verslaafd was? Toen ik op mezelf ging wonen, toen ik 18 was. Toen begon ik me een beetje eenzaam te voelen 's avonds. En zocht ik naar iets om me bezig mee te houden. Ik denk dat het ook een stukje verveling was, maar ook een stukje niet lekker in je vel zitten. En een combinatie daarvan en een koffieshop in de buurt. Toen dacht ik, oké, dan kan ik wel een jointje roken voordat ik ga slapen. Toen werd dat op een gegeven moment, merkte ik dat ik er heel erg moe van werd. En daardoor ging ik minder vaak naar school. Ik sloot me af van alles. Ik zei alles af. En wordt gewoon een beetje alle energie uit je gezogen, omdat je eigenlijk ook geen sociale contacten meer hebt. En ja, elke dag was eigenlijk een beetje hetzelfde. Alleen omdat ik dus niet meer naar school toe ging en nog meer vrije tijd had, nog meer verveling, dacht ik, oh ja, dan steek ik na het ontbijt een jointje op. Zo. En dan, zo ga je eigenlijk uit verveling steeds meer blowen. En toen ik echt gewoon officieel gestopt was met school en met werk, dat was wel het moment dat ik dacht, oké, nu ben ik wel echt verslaafd. Het, zeg maar, in die tijd, hoeveel cannabis gebruikte je op zijn meest? Ja, eigenlijk heel de dag door. Dus echt als de een uit was, dan kon je alweer een nieuwe opsteken? Ja, dan was ik de volgende aan het rollen. Ik denk een stuk of 10. 10 jointjes op een dag. Maar dan verkeer je dus gewoon in een constante staat van naar de tering zijn. Ja. Stel, je bent dan dus helemaal uit je plaat. Hoe zorg je er dan voor dat je gewoon kan blijven functioneren? In het begin hield ik notities bij met de smoesjes die ik al had gebruikt. En zodat ik niet door mijn eigen leugens zou vallen, zeg maar. Op een gegeven moment was die notitielijst zo lang dat ik gewoon daar geen rekening meer mee kon houden. En aan mensen ging merken dat ze me een beetje aankeken. Zo van, ja, het zal wel wat je zegt, maar ik geloof er echt helemaal niks van. Maar hoe is dat om dan te leven met een teringlange notitielijst? Ja, kut. Dat was denk ik wel een beetje het zwaarste deel. Om continu maar te moeten liegen over, ik heb echt niet kunnen slapen, daarom kijk ik een beetje gek uit mijn ogen. Ga je smoesjes bedenken. En
Bij sommige mensen maakt het me dan niet zoveel uit, maar mensen die dichtbij je staan en familie, goede vrienden, om continu tegen mensen te moeten liegen is wel heftig. Wat was echt het dieptepunt van je verslaving? Ik ben op een gegeven moment in een psychose terechtgekomen. Oeh. Mijn vriendin was bij mij blijven slapen, nu mijn ex-vriendin. En die vertelde dat ik 's ochtends wakker werd en ik herkende haar niet. Ik wist niet wie zij was. Ik wist niet welk jaar het was. Dit was tijdens corona. Ik wist niet wat corona was. En ik voelde me op dat moment volgens mij een jaar of 14. En ik gedroeg me een beetje als een klein kind. Dat heeft toen een week geduurd ongeveer. Voordat ik weer terug... Dus je was een week lang was je die 14-jarige? Ja. Wow. Ja. Hoe ging dat die week dan? Want het begon met dus wakker worden en dat ik niks meer wist. En het is ook eigenlijk op dezelfde manier weer gestopt. Dus ik werd wakker en ik voelde me ineens heel vaag. Alsof ik net 3 dagen festival erop had zitten, waar ik net een beetje te veel drugs had gebruikt of zo. Ik voelde me heel, heel raar. En toen zei mijn vriendin tegen mij, weet jij wie ik ben? En toen dacht ik, dit vind ik een hele gekke vraag. Ja. En toen merkte ik wel van, hier gaat iets niet helemaal goed. Hier is iets gebeurd. Ja. Wat was het moment dat je besloot te stoppen? Nou, dat kon ik niet meer zelf. Dus ik begon eigenlijk uit te kijken naar het moment dat ik naar de kliniek zou kunnen gaan. Maar in de periode om te overbruggen van zeg maar thuis zitten met die verslaving en naar de kliniek toe gaan, ben ik wel eigenlijk nog veel meer gaan blowen met de insteek van nu kan het nog. En wanneer was toen de dag dat je eindelijk naar de afkeerkliniek kon? En hoe was dat? Ik had er op zich best wel zin in of zo. Ik misschien gek, maar omdat ik ook als een soort kluizenaar had geleefd in mijn huis, was ik vooral eigenlijk enthousiast om mensen te leren kennen. En mensen die een beetje hetzelfde mee hadden gemaakt als ik. En daar gewoon op een hele losse en makkelijke manier over te kunnen praten. Voor de rest was ik wel een beetje zenuwachtig. Maar ik vond het heftiger dat ik niet mocht roken daar eigenlijk. Ook geen tabak? Nee. Oh ja. Maar en hoe waren die eerste momenten in de kliniek? De eerste 2 weken heb ik amper kunnen slapen. Dus kreeg ik een beetje waanbeeldenachtig. Hmm. En je zit eerst 3 weken in een detoxfase. En dan heb je ook... je hebt 2 aparte woonkamers. Eentje voor de detoxfase en eentje voor je behandelfase. En de detox is eigenlijk heel erg saai. Want je doet helemaal niks. En je bent gewoon aan het wachten tot een beetje de drugs uit je lichaam is. Je krijgt 1 keer in de week krijg je urinecontrole om te kijken of je stiekem iets hebt gebruikt. En je hebt een therapieprogramma met cognitieve gedragstherapie. Een soort voorbereiding op als je weer naar huis gaat van oké, wat zijn mijn valkuilen? Wanneer wil ik gebruiken? Wat zou ik kunnen doen in plaats van dat ik een joint opsteek, wat zou ik dan beter kunnen doen op dat moment? En wat merkte jij echt van het lichamelijk afkicken? Echt heel heftig zweten. Het was niet per se warm op dat moment, maar mijn rug was doorweekt. Ik moest 3-4 keer op een dag anders shirt aan doen. En een beetje dus dat als ik naar voren keek, dat ik in mijn ooghoek ineens iets voorbij zag flitsen. Dus dat kwam denk ik ook wel een beetje door het minder goed kunnen slapen en hele, hele rare dromen. Want hoe lang heb je eigenlijk in de kliniek gezeten toen? 3 maandjes. En op een gegeven moment kon ik dus voor het eerst in mijn eentje thuis gaan slapen als verlofmoment. En toen ben ik echt, echt heel erg heftig teruggevallen. Hmm. Toen heb ik, best wel veel verschillende soorten drugs door elkaar gebruikt. Maar gewoon als een soort beest ben je toen, heb je toen gewoon... Wat ging er in je om? Was het gewoon een soort waas of zo? Ik was heel erg bang. Ik was weer thuis en ik ben niet zo graag thuis. En ik zat daar en ik kreeg weer die angst over me heen dat ik dacht, shit, ik moet dadelijk weer
ik moet hier dadelijk weer gaan wonen. En wat als ik dan niet kan? Wat als ik terug ga vallen? En ik was eigenlijk de hele tijd alleen maar aan het denken, ik mag geen drugs gebruiken. Ik mag geen drugs gebruiken. Ik moet afleiding zoeken. En dat ging, uurtje of twee, denk ik, goed. En toen ben ik naar de nachtwinkel gelopen en heb ik cocaïne besteld en de rest van de week. Ja, en toen had je dus een enorme terugval. Hoe ging dat toen verder? Tijdens het gebruiken begon ik me steeds slechter en slechter te voelen. En ook te merken van, oké, dit is waarom ik dus naar die kliniek ben gegaan. Want dit is precies wat ik niet meer wil. Ik hoefde pas volgens mij rond 3:00 'smiddags de volgende dag terug te zijn. En ik stond daar om 9:00 's ochtends bij de deurbel, want je kan niet zomaar naar binnen. En ik drukte op die deurbel en ik zeg, hey, Kars hier, kan je mij naar binnen toe laten? En degene die die telefoon opnam, zei gelijk, jij bent teruggevallen. En dat vond ik zo heftig dat ze dat daar al aan hoorden, zeg maar. En toen, ik heb wel fijn kunnen praten met haar daarna. Ja. Ik zag er ook wel een beetje tegenop om naar huis te gaan. Maar kan je niet gewoon naar een ander huis? Of moet je weer naar datzelfde horrorhuis dan de hele tijd? Dat voelt toch ook gewoon kut dan daar? Ja. Dus toen dacht ik, oké, ik ga mijn hele huis verbouwen. Ik ga sporten. Ik ga vaker bij mijn familie langs. Ik wil vaker met mijn vrienden afspreken. En toen heb ik alles helemaal verbouwd. Ik dacht, als ik nu ervoor zorg dat het een beetje onherkenbaar is van hoe het er eerst uitzag. Ja. Dat ik minder dat zou associëren met gebruik. Ja. En daar was ik wel heel enthousiast over. Want ik had ook iets om mee bezig te zijn. En hoe ik alles wilde gaan inrichten. En dat is wel echt het allerbelangrijkste, denk ik, als je af wil kicken. Om bezig te blijven. En ik ging daar net iets, ik sloeg daar net iets te erg in door. Waardoor ik weer een soort burn-out situatie terecht kwam. En toen weer dacht, oh, ik kan niet slapen, laat ik een jointje opsteken. En daardoor weer teruggevallen eigenlijk. Ja, want in totaal ben je dus 4 keer teruggevallen, zeg je? Ongeveer. Met zo'n terugval, wat is dan het gevoel wat daarin zit? Is dat een soort van, ja, een soort van zelfhaat of zo? Dat je denkt van, zelfhaat. Ben ik niet waard? Zelfhaat speelt wel een hele grote rol. Die is er eigenlijk altijd wel. Hmm. Ik heb wel heel veel moeite met mezelf. Nog steeds, altijd. Dus die stem zit eigenlijk altijd wel in mijn hoofd. Alleen kan ik er op sommige momenten beter mee omgaan dan anderen. En hoe lukt je dat dan dus soms om die stem niet te laten winnen? Ik denk dat ik wel iets beter heb geleerd om te kijken naar dingen die goed zijn. Dus er zijn dagen bij dat ik me heel erg slecht voel, maar dat ik wel denk van, het is me toch gelukt om naar de Jumbo toe te lopen vandaag. Ik heb boodschappen gedaan, ik heb voor mezelf gekookt. En gisteren is dat bijvoorbeeld niet gelukt. Dat is wel een lekker gevoel, toch? Ja. Denk ik, dat dat lukt af en toe. Ja, maar het begin in trots op mezelf kunnen zijn, is er wel nu. Ja. En daar ben ik wel trots op. Heb jij nou iemand die hier graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar ons hele gesprek? Check dan onze podcast. Abonneer je op ons kanaal, like de video en druk op het belletje om niks te missen. Dat was hem. Hey, hou je eigenlijk van cola of sinaas? Sinaas. Oh, jij pakt een sinaas, ja? Ja. Ja, is dat echt jouw drankje? Ja, mensen vinden dat gek. Maar ik hou wel. Nee. Oh, ik heb ook.